12 comedians op de rand van doorbreken vuren hun beste grappen af op het Nijmeegs publiek. In deze aflevering, Paul Westra. Hoe lang ben je al bezig met comedy? Ik ben bezig sinds 2011, dus dat is 6 jaar. Wat wil je met comedy gaan doen? Ik wil steeds beter worden, grotere zalen en het uiterste uit mezelf halen. Beschrijf jezelf in 3 woorden. 3 woorden? Nuchter, nadenkend en misschien grappig. Is 4 woorden? Misschien, dan grappig mag je weglaten. Duidelijk. Volgens mij moeten we afsluiten, Paul. Ik moet op. Ik ga er vandoor. Hey, tot ziens, hè. Klappen, klappen, klappen. Zo langzaam nacht. Vernieuwend binnen de Paul Westra. Goedenavond, Nijmegen. Woehoe. Ja, leuk om hier te zijn. Ik kom zelf niet uit Nijmegen. Ik kom uit Wassenaar. Ja, nu hoor ik jullie denken van, oh, Wassenaar, daar woont hij in een heel groot huis met een hele dure auto. Dat klopt. Ja, wat mensen niet weten van Wassenaar, in Wassenaar hebben wij ook een asielzoekerscentrum. Maar dat asielzoekerscentrum, dat zit in Duinerel. Nou, serieus, in de winter is dat pretpark dicht en dan zitten daar asielzoekers. Oh, jij zit zo in stemmen te knikken, jij hebt ze gezien. Oké, nou, maar in de winter is dat dus dicht en dan zitten daar asielzoekers. Waar ze in de zomer zitten, dat weet ik ook niet. Misschien in Snow World. Maar dat is toch gek, hè? Asielzoekers in Duinrel, hè? Moet je voorstellen. Dan ben je Afrikaan en je wil er weg. Hè? Want je hebt het er niet naar je zin. En je hebt honger. En je familie is afgeslacht door kindsoldaten. Nou, dan ga je weg en dan ga je zo naar Noord-Afrika. En dan word je door zo'n loesje mensensmokkelaar word je op zo'n rubberbootje gezet. En dan dobber je zo dagenlang zo over de Middellandse Zee. Dan word je opgepikt uit die Middellandse Zee. En dan kom je in Nederland terecht. En stuur ze naar het Tikibad. Daar kik je van op. Ja, de plaatselijke PVV die heeft er ook vragen over gesteld. Maar die hebben nu voorgesteld om dan in ieder geval de Afrikaanse asielzoekers op te vangen in Safari Park Beekse Bergen. Wie verzint nou zoiets? Nee, maar ik heb in het normale leven een kantoorbaan. Meer mensen met een kantoorbaan? Meer mensen met een baan? Nee, er zouden ook een paar collega's van mij komen, want... vanavond ben ik het jaarlijkse bedrijfsuitje. Ja, vorig jaar waren we naar een escape room geweest en dat was niet zo'n succes. Nee, toen zaten we met alle collega's in zo'n afgesloten ruimte en dan moesten we dan binnen een uur uitzien te ontsnappen. Nou, dat vonden we iets te veel lijken op ons wekelijkse afdelingsoverleg. Nou, maar ik heb dus een kantoorbaan, ik zit in de verzekeringen. Hey. Nee, wat zeg je dat, hè? Mensen met een saaie baan die zeggen nooit wat ze doen, maar die zeggen altijd dat ze ergens in zitten. Dat merk ik ook altijd als ik op een feestje ben. Dan zitten ze in de IT, of in de politiek, of in de prostitutie. En als het echt heel saai is, dan zitten ze niet alleen in, maar dan zijn ze ook nog zo ingerold. Ja. Nee, mensen met een toffe baan die zeggen nooit dat ze ergens in zitten. Een straaljagerpiloot zegt van, ik ben straaljagerpiloot. En niet zo van, ja, ik zit een beetje in de jachtvliegerij. Nee, toch? Brandweerman ook niet. Een brandweerman zegt van, ik ben brandweerman. En niet zo van, ja, ik zit een beetje in de brandbestrijding. Ik ben zo dat vuur ingerold. Af en toe sta ik in de fik. Nou, ik zit dus in de verzekeringen. Dan probeer ik weer een beetje uit te rollen. Ja, dat is niet altijd even leuk hoor, een kantoorbaan. Nee, je hebt te maken met vervelende collega's. Ik heb bijvoorbeeld een collega en elke keer als ik zeg dat we een probleem hebben, omdat we bijvoorbeeld een deadline niet gaan halen, zegt hij, nee Paul, jij hebt geen probleem. Je hebt een uitdaging. Jullie hebben ook van die collega's, of niet? Ja, ik kan er dus niet tegen. Nee, zelf denk ik veel liever in problemen. Ja, maar die kun je oplossen. Wat moet je dan met een uitdaging? Ja, maar goed, diezelfde collega die dat altijd tegen me zei, die heeft onlangs ontslag genomen. Want zo zei hij dat, hij was wel toe aan een nieuwe uitdaging. Maar ja, die nieuwe uitdaging kwam er niet. Dan heb je toch een probleem. Ja, ik heb ook van die collega's, die maken zich dan heel druk om het werk en die krijgen dan een burn-out. Ja, zelf maken me niet zo druk. Nee, de nachten dat ik wakker lig van mijn werk, die schrijf ik gewoon als overuren. Nee, maar ik heb tegenwoordig een loopbaancoach.
Ja, een loopbaancoach, dat is iemand die samen met mij erachter probeert te komen wat ik echt wil in het leven. Dus ik zei tegen hem van, goh, hey, wat leuk, loopbaancoach, hoe word je dat? Ja, daar ben ik... Ja. Nee, maar ik moest van hem naar een cursus. En door die cursus ben ik nu mijn telefoon kwijtgeraakt. Ja, op die cursus heb ik geleerd dat problemen niet bestaan. En dat komt zo, dat ga ik uitleggen. Je hebt namelijk twee dingen. Je hebt een ideaalbeeld, hè? En je hebt jouw perceptie van de werkelijkheid. En als dat ideaalbeeld niet overeenkomt met jouw perceptie van de werkelijkheid, dan ervaar je dat als een probleem. Volgens mij moet ik het even illustreren met een voorbeeld. Hè? Nou, jullie zijn hier allemaal vanavond heen gekomen en jullie ideaalbeeld is om te komen lachen. Nou, vervolgens sta ik hier. En dan kan het zomaar zijn dat jullie perceptie is dat het niet grappig is. Nou, op zo'n moment ervaren jullie dat als een probleem. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Nee, want jullie kunnen hier ook heen gaan om hele andere dingen. Jullie kunnen je ideaalbeeld bijstellen. Jullie kunnen hierheen komen voor leedvermaak. Nou, probleem opgelost. Of jullie perceptie klopt niet. Misschien ben ik wel heel grappig, maar dat hebben jullie morgen pas door. Dat je morgen door Nijmegen loopt en denk je van, ah, dat is grappig. Nou, probleem opgelost. Dus ik ging na die training ging probleemloos naar huis. Ik loop zo probleemloos door de stad. Kom ik langs een groepje probleemjongeren. Marokkaanse hangjongeren. Dus ik zeg tegen de jongens, goedenavond jongens. Zat een van die Marokkanen op en zegt, wat is jouw probleem? Ik zei, nou, ik heb helemaal geen probleem. Nee, ik heb hooguit een ideaalbeeld dat niet overeenkomt met mijn perceptie van de werkelijkheid. Nou, ik kan je vertellen, dat is vrij lastig uit te leggen aan deze doelgroep. Dus toen heb ik dat maar proberen uit te leggen door mijn telefoon af te geven. Ja. Is het hier overal zo warm? Maak je geen zorgen, ik heb gisteren een nieuwe deodorant opgedaan. 48 uur. Nee. Maar ik denk wel dat we, als we vroeger smartphones zouden hebben gehad, dan zag de hele wereldgeschiedenis er gewoon heel anders uit. Hè, de Tweede Wereldoorlog, die hadden we nooit gewonnen. Dan had je Twitter gehad en dan had je zo, morgen D-Day, hashtag ik heb er zin in. Kok maar Adolf, eindrennig trap ik. Anne Frank die hadden ze ook veel sneller gevonden. Hè? Selfie, aan het onderduiken samen met Otto en Margot. Ingecheckt in het Anne Frankhuis in Amsterdam. Nee, maar die technologie die gaat zo hard, hè, dat ik me afvraag wanneer er een keer een eerste man op Mars is. Maar dat wordt ook weer heel lastig. Hè, want als je je dus aanmeldt als eerste man op Mars, kijk, kort daarna komt er een tweede raket en die is weer sneller dan die eerste raket. Die haalt die eerste raket in. Hè? En dan gaat die technologie steeds harder. En na die tweede raket komt er een derde raket en haalt weer die tweede raket in. Hè, dus als je je aanmeldt om als eerste man naar Mars te gaan, dan ga je gewoon nooit lukken. Nee, want dan meld je aan en dan heb je zo een jaar in dat ruimteschip gezeten. En dan heb je zo voorbereid op die speech van one small step for man. En dan kom je dus aan op Mars en is helemaal volgebouwd. Ik zeg, nee, sorry, je mag niet in. Immigratiestop. Ja, dat las ik in de FIFA. Nee, ik lees af en toe wel eens de FIFA. Maar die lees ik alleen maar in de wachtkamer van de tandarts. Dus ik zat laatst bij de tandarts in de wachtkamer de FIFA te lezen op mijn iPad. En ik las in de FIFA dat vrouwen op foute mannen vallen. Dus toen had ik besloten, misschien moet ik ook een beetje fouter worden. Ik bedoel gewoon een beetje meer gangster. Nee? Nou, nu ben ik wel een enorme fan van computerspelletjes. En met name Grand Theft Auto. Ken je dat? Grand Theft Auto. Voor de mensen die dat niet kennen, dan ben je een gangster. En dan moet je mensen beroven en auto's jatten. En nu heb ik besloten om in mijn normale leven ook gewoon iets meer Grand Theft Auto te zijn. Nou, dus wat ik tegenwoordig doe, ik parkeer mijn auto een paar straten verder. Dan ga ik de volgende dag zo heel stoer naar mijn auto lopen. Dan ga ik net doen alsof ik hem ga jatten.
En dan heb ik ook zo'n metalen staaf bij me. En dan kun je zo dat portier zo openmaken. Ja, ik weet nog niet precies hoe het werkt. Ik ben ook een beetje bang voor de lak. Dus gebruik heel even de sleutel. Maar dat gaat niet om. Het gaat om het gevoel, om het gangstergevoel. En dat is heel gaaf, want vorige week toen heb ik mijn auto in de Bijlmer neergezet. En toen ben ik zo s'avonds in mijn trainingspak met mijn hoodie, ben ik zo door de Bijlmer gaan lopen. Echt super gangster. Ja? En af en toe kwam ik ook andere gangsters tegen en zo. Yo, Buck, respect man. Nou, dat was Wim van de debiteurenadministratie. Dus ik liep zo door de Bijlmer. Toen kwam ik bij mijn parkeerplek. Toen was mijn auto weg. Nee, maar sinds kort heb ik een nieuwe telefoon. Maar bij die nieuwe telefoon kreeg ik een nieuw telefoonnummer. Ik heb zeg maar een tweedehands telefoonnummer. En nu is het ook nog zo dat mijn telefoonnummer van iemand is geweest. En zelfs van een of andere psycholoog of zo. Want ik krijg de hele tijd sms'jes van mensen die hun problemen naar mij doorsturen. En zo was er steeds iemand die stuurde mij zo van help, ik sta op het punt om voor de trein te springen, help. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nu mee? Toen dacht ik van, joh, ideaalbeeld, perceptie van de werkelijkheid. Maar hij bleef maar sms'en. Nou, na een tijdje, dan wordt het gewoon irritant. Dus heb ik teruggestuurd, spring maar. Nou, dat had ik later zelf ook wel een beetje spijt van. Toen had mijn trein een uur vertraging. Ja, toen ik dit tegen mijn loopbaancoach vertelde, toen zei hij dat hij me niet verder kon helpen. Dat het tijd was dat ik op zoek ging naar professionele hulp. Toen gaf hij mij het telefoonnummer van een psycholoog. Dat is wel een gekke ervaring, ik kreeg mijn eigen voicemail. Hey Nijmegen, ik vond het leuk om hier te zijn. Mijn naam is Paul Westa, tot de volgende keer.